Ja, ik hoop er toch een beetje. Ja, om zeeën. Grote voorsprong. Ja, dus ik zal het wel vinden dan. Claire. Ja, dat is in orde. Claire. Ja, bedankt, hè. Ja, dag, hè. Jan Keulemans en zijn vrouw Martine zijn twee ontzettend rustige Kempenaars die zich zelfs om een gouden schoen niet druk maken. Martine wint zich bovendien ook niet op wanneer Jan voor haar neus keihard wordt getackeld. Ja, dan denk ik eerst, had hem zijn scheenleren maar aangedaan. Maar die doet hem nooit niet aan, dus is niet verwonderlijk dat hem altijd aan zijn benen open ligt of zo. Jij voelt dan niet de neiging om dat veld op te lopen om hem te helpen? Zeker niet. Eigen schuld? Maar zo erg is het nog nooit geweest, op een heen. Wat voor iemand is Jan? Wat voor een karakter is hij? Ja, hij heeft een erg rustig karakter. Hij wint zijn eigen ook nooit niet zoveel op. Als ze verloren hebben of zo, hij vindt dat wel spijtig, maar voor de rest is het een kalme mens. Kent hij grote vreugdeuitbarstingen of is alles zo'n beetje gelijkmatig? Thuis is het altijd gelijkmatig. Op lijn, dat weet ik dus niet. Zo te zien niet, maar thuis is het altijd hetzelfde. De ene speler die doet dat voor de wedstrijd, de andere die doet een ander truiken aan, die ander doet hetzelfde truiken altijd aan. Bij mij is dat geen beschermers, nee, dat gaat niet. Dat kan ik niet goed spelen. Maar in het huidige topvoetbal is dat toch een verschrikkelijk risico van zonder die dingen te spelen? Ja, misschien wel, maar als het niet goed gaat ermee, dat is psychologisch bezien, dat gaat bij mij niet. Als ik dat gedaan heb, dan marcheert het niet. Daar ben ik zeker van. BST Middagnieuws. Het blijft winderig weer met bewolkte lucht. Kans op regen aan de kust, smeltende sneeuw in het binnenland en sneeuw in de Ardennen. Middagtemperaturen van 3 graden aan zee tot min 2 graden in Hoog-België. Herman Verheijpen en Ronnie Vos. In de wedstrijd wordt voorgewerkt aan sommige aanpassingen van de herstelwet die woensdag in het parlement wordt behandeld. In Frankrijk en Spanje zorgt het barre winterweer voor heel wat moeilijkheden. Jan Keulemans van Club Brugge krijgt de gouden voetbalschoen. De voetballer van Club Brugge en van de nationale ploeg werd in het jaarlijks referendum tot beste speler van het voorbije jaar uitgeroepen. Keulemans kreeg 439 punten. Tweede was Wilfried van Moer met 304 punten. Derde Erwin van den Berg met 154 punten. En vierde Erik Gerets met 1 punt minder. Michel Preud'homme legde beslag op de 5e plaats. De uitslag van dit referendum wordt opgemaakt na 2 stembeurten. Keulemans kwam 2 keer als eerste uit de bus en maakte de kloof vooral in de eerste helft van 1980, toen hij landskampioen werd met Club Brugge en vice-kampioen van Europa met de nationale ploeg. Ook de andere ereplaatsen worden ingenomen door spelers die tot de kern van de nationale ploeg behoren. Wat zit er? Ja, zonder punten, zeg. Goed. De hoeken zeiden, allemaal van de nationale ploeg, wat is het? Heb je Wilfried er al over gesproken, ervoor? Nee, ik heb hem nog niet meer gezien, dus zo'n dingen worden niet al gesproken. Ik heb ook al even gezegd, ja, ik denk wel dat jij de gouden schoen gaat winnen. Dus dan met de voorbereiding tegen Cyprus. Hè. Hij heeft dat wel gezegd, maar ja, je moet dat altijd afwachten, je moet altijd zeker zijn. Totdat je dus dat verlossend telefoontje krijgt, dan kun je eigenlijk zeggen, ja, ik heb hem of ik heb hem niet. Dus. Denk je dat dat ook weerklank vindt in het buitenland, die verkiezing van Gouden Schoen hier in België? Ja, ik denk dat wel. Het zal wel ook in de kranten staan, ging erachter en zo. En nou, het Europees kampioenschap en zo, heb ik me ook een goede naam gemaakt daar. Ik denk wel dat dat een goede zaak voor mij is, voor de clubs aan het buitenland. Ja, je bent nu Belgisch voetballer van het jaar eigenlijk. En ook in de Europese verkiezing van Europees voetballer van het jaar was je 5e. Denk je eraan om naar het buitenland te gaan voetballen? Ja, ik heb nog een jaar contract hierachter, dus we moeten het afwachten. Maar de kans zit erin dat we dit jaar dus niet Europees zouden kunnen spelen.
spelen, dat ik toch eens ergens met de club zal gaan praten. Ben je niet langer tevreden bij Club Brugge? Ja, wel, ik ben altijd tevreden geweest bij Club Brugge, maar ik moet doodvaardig naar mijn eigen persoon zien op dat punt. Had de club van Brugge dit jaar kampioen speelt, Europees speelt, dan zal ik negen kansen op het team wel blijven. Maar als ze dus niet Europees spelen, dan zal ik ook negen kansen op het team proberen weg te gaan. Jij wil dus nog een grote transfer bewerkstelligen, een lonende transfer. Waarom eigenlijk? Ja, waarom? Ik heb zoals andere spelers niet een diploma of een job dus achter de hand. Ik heb nooit eenvoudig niks. Ik heb tot mijn 16 jaar naar school geweest en zonder diploma's. Ik moet zien dat ik er zoveel mogelijk geld kan uithalen. Ik heb het hier eigenlijk wel naar mijn zin, maar we moeten zoveel mogelijk geld eruit halen. Dat is het voornaamste toch in voetballen. Natuurlijk het plezier en zo en de vrienden hier, dat is zeer goed, maar dat telt alleen niet meer in voetbal. Dat men 30 jaar is en zo, dan ziet men misschien mij niet meer staan. Dan zeggen ze, ja, Keulemans, vroeger ja, een redelijke goede voetballer, maar dat is ook alles. Dan zit ik dus dood eenvoudig zonder voetbal en dan kennen ze mij niet meer. Daarom moet ik er zoveel mogelijk uithalen. Jan, officieel. Dank daar. Doe maar binnen. Ja, officieel. Fantastisch, hè? Check er wat. Ongelooflijk, hè? Jan is een jongen die, waar dat je weinig dialoog mee hebt. Jan spreekt niet veel, Jan is teruggetrokken, maar Jan weet wel wat hij kan. Bijvoorbeeld een klein voorbeeld. Toen wij vorig jaar in Schotland speelden, had ik aan Jan als opdracht gegeven, als McQueen naar voor gaat, Jan, dan gaat u mee naar achter. Op een zeker moment ging McQueen niet naar voor, maar een andere verdediging ging naar voor. En Jan heeft gevolgd. Daarin zie je de intelligentie van de speler. Jan is een verstandige voetballer die niet veel woorden gebruikt. Maar wat je met een oorlog gaat en als je hem een zeker opdracht geeft, dan mag je gerust zijn dat Jan die opdracht volbrengt en er ook nog altijd een beetje bij doet.